Welkom bij You Madeemblick de podcast. De podcast waar de verhalen van You Madeemblick magazine tot leven komen. Elke aflevering nemen we je mee op een leuke ontdekkingsreis... en gaan we in gesprek met de mensen die ons magazine maken tot wat het is. Vandaag gaan we in gesprek met een van de vrijwilligers van het rondom festival rondom de draverij van Madeemblick. Mijn naam is. Peter Commandeur. welkom bij Jumelemmelijk, de podcast. En vandaag is Robert Spoelstra bij mij te gast. En uh, gaan we het hebben over de bouwploeg van Rondom. En uh, Robert, uh, goed dat je er bent, vriend. Ja, zeker. Dat is een, uh, leuk om hier te zijn. Ja, toch? Ja. En uh, hoe heet het? Uh, je zit in de bouwploeg. En, uh, maar vertel eens eerst. Uh, wie is Robert Spoelstra? Wat uh, doet hij? Waar komt hij vandaan? Wat, uh, hoe zit zijn leven uit elkaar in het uh, normale dagelijks leven? Nou, ik ben Robert Spoelstra. Ik uh, woon al mijn hele leven in Medemblik. Uh, geboren en getogen. En uh, ja, voor de rest uh, kan je me misschien ook uh, kennen van uh, mijn bedrijf, RS Klimaattechniek. Juist. En uh, ja, uh, ik werk uh, voornamelijk hier in Medemblik. Ja. Uh, en uh, voor de rest uh, doe ik... Uh, uh, als als in vrije tijd uh, dan nog uh, rondom. Ja, maar uh, da, rondom is. Heb je nog andere hobby's dan rondom? Uh, zeker uh, met de boot even weg of met de jongens even weg. Ja. Uh, dus verschillende. Met de jongens. Wie zijn de jongens? De jongens, uh, de vriendengroep, uh, je af, uh, gaan we af en toe weg. Padje af. Padje af. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. Oh, volgens mij zijn die. Ja. Ja, dokter er ook in, want die heb ik wel als pakje afgehoord. Dat ja, die, die Jaap, Jaap dokter hadden. zit er ook in inderdaad. Dus uh... <laughs> wat leuk. Hey, maar je hebt ook een vrouw. Ja, klopt. Ik heb en een vrouw hebt, en, uh, uh... en drie kinderen. Zo, drie. Ja. Wat is het? Nockies. Ja, wow. de derde krijgt cadeau. Oh. Ja, was een tweeling. Dus uh... ah, een tweeling. En welke was dat dan? Ja, dat is Luc. Oké. Okay. Luc, uh, die uh, kwam als laatste eruit. Juist. Dus uh, ja. En, en dus drie kinderen, en er zijn drie zoons? Of drie? Wat heb je? In... Nee, ik heb uh, twee zoons en een dochter. Kijk eens. Ja. Hoe oud zijn ze? De oudste is uh, Dani, die is acht. Uh, nee, sorry. Die is negen. En we uh, hebben Luc, die is uh, zes. En we hebben Mardi, die is ook zes. Ja. Ja, en dat is de tweeling. Is ja, de, dat is de tweeling. andere van de tweeling. Ja, dat klopt. Zo. Nou, 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 nou. Een hele uh, verzameling spoelstraatjes. Ja, zeker. En uh, je vrouw, uh, weet, wat, wat doet die of heeft die nog wat in te, in te uh, Mijn vrouw uh, is Leonie uh, Ja. En uh, die, uh, ja, die heeft uh, de eigen webshop tegenwoordig in, okay. uh, in artikeltjes zoals uh, uh, tractaties of uh, andere stickertjes of uh, ja. uh, bedrukkingen. Dat doet ze allemaal. En geen, uh, heb ze nog een vaste job of zoiets? Of uh, ja, dat ze hebben een vaste job. Ze werkt in de zorg en, uh, okay. en dat doet ze in Beverwijk. Dus uh, kijk. Ja, dat gaat gewoon prima. Oh, leuk. Hey, um, dus nou ja, hoe zou je jezelf omschrijven? Ben je een druk mannetje of ben je een. Uh... Ik ben een vrij rustig persoon. Ik, ja. Uh, ja. Ja. Ik ben een rustig. Uh, <laughs> een rustig iemand inderdaad. Ja, houdt overzicht. Ja, ik hou het overzicht. Ja, rustig aan. Uh. maar wel uh, maar wel doorgaan. Ja. Ja, je bent eigenlijk een soort van uh, dieseltrein. Als je een keer op gang bent, dan uh, stop je ja, niet meer. Ben ik niet met de stop. Hey en uh, uh, ja, Paul, je had al zei dat je iets ander hobby, maar heb je nog een ander hobby met sporten of zoiets? Dat, uh, dat soort dingen. Nee, sporten heb ik niet. Nee. Uh, ik heb nog wel een oude auto waar ik wel veel uh, rondjes mee rijd en nog alles. Ja. En veel met de kinderen op stap en ja. uh, leuke dingen doen met de kinderen. Ja. En zoals uh, ja, ze gaan tegenwoordig zitten op voetbal. Dus ja, dan gaan ze op zaterdag weer vaste prik te voetballen. Leuk is dat. Ja, zeker. Dat heb ik ook gedaan uh, met uh, Ik heb zelf gevoetbald, maar uh, ja, dan, uh, de, de kinderen gingen ook op voetbal. Eerst, eerst mijn zoontje zoontje ging de kabouter voetbal. Dat was heel stoer. Doen. Ik, ga, ik schop al die kabouters ongeveer. <laughs> die dacht dat hij tegen echte kabouters mocht uh, voetballen. Maar uh, ja, het is ook uh, gezellig. En, uh, in de kantine en uh, ja, 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 dan kom je al die andere auto's tegen waar je vroeger ook tegen gevoetbald hebt. Heel, Inderdaad, uh, ja, je komt ze allemaal weer tegen, Met de zwemers, allemaal tegen. bij de zwemles, ja. bij de voetbal. Ja. Dat is wel nee. weer grappig om dan weer te zien. Ja. Zelfs uh, vroeger mee gevoetbald. En nu sta je in de kantine. Ja, precies, Nee, dat klopt. Nou ja, dat die ervaring had ik ook totdat ze ermee stopten. Want mijn zoon die had platvoeten, die, die mocht niet meer eigenlijk. En mijn dochter die dacht maar ja, dat voetbal is eigenlijk voor jongetjes. Meer, ja. meer voor jongetjes. Maar goed, vrouwenvoetbal komt ook op. Jou, hey, um, even kijken hoor. Um, wat is jouw eerste herinnering aan Rondom? Want hoe oud ben je eigenlijk, als ik vragen mag? Ik ben 38 jaar. Ja, toen was uh, Rondom er al, als, uh, toen jij geboren werd. Ja, dat... Uh, dus ja. Ik, jij weet gewoon niet beter. Ik weet niet beter, ik ben ermee opgegroeid. Je ja. bent er al mee opgegroeid. Maar ja, en? de eerste actieve herinneringen zijn wel een beetje dat een je beetje rond de twaalf bent dat je dan met de fietspuzzel ja, Nou uh, ja. Ah ja, voor die tijd kon je ook in de tent al naar uh, Klaas... Nee, wordt het weer? Katrien en uh, Jan Klaassen? Ja. Nee, dat is... De, uh, hoe noem je het ook weer? Dat is de, 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 die ochtend, de zaterdagochtend? Of was, ja. was jij er niet bij? Was, dat was de kinderachtig voor jou? Nee, nee, was ik ook gewoon oh, bij, vroeger, je ook bij. Maar ja, Heb je geen heb je, actieve herinneringen Geen actieve aan? herinneringen aan, nee. nee. Verdrongen. Verdrongen, inderdaad. Playback show. Ja, oké, okay. oh, ook dat natuurlijk. Ja, mini-playback show. Ja. Dat was er toen ook al, denk ik. Ja, dat, het, niet alles was er natuurlijk meteen. Hè. Kijk, in, in het begin was, je, had je alleen een, een soort van muziekfestivalletje en uh, een beetje cabaret. En dat was het. En dan uh, uh, was er een, uh, wel Die puzzelrit was er wel heel, al, al heel snel. Dat was toen een auto-puzzelrit. En dat werd toen een beetje te gortig met, geloof ik, te veel dranken, weet ik wel wat voor een narigheid. Toen hebben ze maar een fiets van fietspuzzel toch van gemaakt? Ja, dat lijkt me wel beter. Ja, met auto met drank op is, is geen goed idee. Nee. nee. Nee, dat is helemaal geen goed idee. Maar ja, goed, 40 jaar terug, toen kon alles nog. Maar ja, bijna alles. Nee hoor. Toen hadden we ook gewoon regels. Um, dus ja, je bent er gewoon mee opgegroeid. En uh, wat is je in jou, wat is je eerste herinnering aan, aan rondom, dat je zegt, van, nou, daar heb ik echt. Dat ik echt, dat is me echt bijgebleven. Wat ik denk, nou dat vond ik nou echt het allerleukste van op dat moment. Dat je, nou, zeggen, ja. je zei net dat je twaalf was, dat je wel wat actieve herinneringen hebt. Ja, nou ja, wat echt actieve herinnering is meer gewoon dat je op 16-jarige leeftijd al in de tent komt met ja. uh, heel veel volk en uh, een heel groot dan feest. In jouw, in jouw tijd mocht je natuurlijk dan al een biertje drinken. Ja, dan mocht je al een biertje doen inderdaad. Dus, uh, ja. Ja, dan, dan, uh, ja. Dat dan heb je dan weer wel actief, ja. Ja, dan wordt het ook leuke herinneringen, natuurlijk. Oh, oké, okay. oké. Okay. Hey, en uh, jij uh, bent actief bij de bouwploeg, volgens mij? Heb je. Oh, toch? Ja, ja, ik ben actief bij de bouwploeg. Al uh, plus minus uh, 18 jaar of zo. Ja. ja nou, en, dat en, is wel leuk om te doen. Ja, en, en, en dat doe je met, met een aantal mensen. Volgens mij, uh, ik heb vorig jaar met. Uh, de jongens van Kappelhof gesproken, de Kappelhofjes. Ja, de Kappelhofjes inderdaad. En uh, er zitten er ook twee van mij in de, in de vriendengroep. Ja. En uh, Pim Pim Nij hebben we ook nog. Hij oh, ja. doet het Elektra samen met Frans Timmerman. Ja. En uh, ja, Henry Wagenaar, die ja. is uh, een uh, soort van chef-tent. Ja. En uh, ja, zo hebben we nog heel veel andere jongens die dan. En iedereen heeft een beetje zijn eigen expertise, zijn eigen ja iedereen woont met je zijn eigen taken en eigenlijk uh, ja iedereen weet wat hij moet doen iedereen doet wat hij doet en we komen elkaar wel eens een keer ergens het midden tegen op de dag dat we gaan opbouwen ja. dus iedereen ja weet je hebt gewoon zijn eigen koppeltjes en die gaan gewoon op pad en die weten wat ze moeten doen ja en mochten vragen zijn dan komen ze bij mij of bij Henry. Dan komen ze dingen vragen nou ja dan helpen ze ja ja. En uiteindelijk proberen we binnen een dag uh, alles uh, ready te krijgen. Maar dat is, daar is, dat moet je vrij voor nemen volgens mij. Want dat is op vrijdag al volgens mij. Klopt ja, dat? Ja, donderdagmiddag uh, heb ik al vrij. Want dan ga ik boodschappen halen. En dan uh, vrijdag ben ik de hele dag vrij. En dan uh, meestal maandag ben ik sowieso vrij natuurlijk met de draverij. Ja. En dinsdag ben ik ook vaak gewoon vrij. Want dan uh, help God. ik met de opruimen nog. Ik heb je wel je ja. geld verdienen eigenlijk. Als uh, je zoveel vrij neemt voor. Uh, maar ja, het is wel... Het is wel een mooi weekend. Hè? Het is wel een en, mooi weekend, hè? En weet je, je moet wel vrijwilligers hebben die het ook weer gaan opruimen. Want anders dan... Uh, wordt het een zootje. Wordt het een zootje, ja. Ah, en, ja, nou, daar zijn we al over eens natuurlijk. Dat is ook heel erg belangrijk, want anders kan het niet eens. Als er geen vrijwilligers zouden zijn, dan zouden we ook geen rondom zijn. Nee, zeker niet. Hey, wanneer ben je begonnen met je um, RS Klimaatservice? Ik ben... Uh, Bijna vijf jaar geleden ben ik begonnen. Ja. Met uh, RS. Ja. En, uh, ja, maar ja. De RS. Oh, de Rob Spoelstaan. Ja, klopt. Dat is het. Ja. Ik dacht nog iets van roestvrij of zo. Maar... Razendsnel. Razendsnel. Oh, ja. dat is hem. <laughs> hey, L, uh, leuk. Want, uh, um, nou ja, goed. Uh, we kennen elkaar een beetje natuurlijk. Vandaar uh, dat ik hier naar vraag. En, uh, maar goed, het gaat goed, hè? Ja, het gaat zeker goed. Mag niet klagen. Ja. Lekker druk in de airco's en uh, warmtepompen, hybride ja. warmtepompen. Ja, ja. Gaat, en uh, uh, weet het, uh, want uh, ja, de warmte en dus vooral energie op dit moment, ja, dat zou wel dingetjes niet. Ja, de uh, laatste ja. jaren is het heel erg onrustig. Ja, zeker. Zag nou weer staan in de krant dat de energieprijzen weer omhoog gingen. Ja. Dus ja, het is gewoon heel aantrekkelijk om gewoon op andere manieren te gaan verwarmen in ja. plaats van met gas. Ja, precies. Dus uh, ja, elektra. Elektra met airco's kun je heel goed verwarmen. Ja heel goed rendement hebben die, ja. dus dat is gewoon heel uh, interessant. En met elektra ken je natuurlijk eerst uh, weer wat uh, met zonnepanelen. Doe je er ook een zonnepaneel of? Nee dat? nee, zonnepanelen doen we niet. Dat, uh, dat zijn andere partijen voor. Ja. Moet ergens een grens trekken. Ja tuurlijk. Dan blijf je alleen maar... Uh, ja, dat is, dat is helder. Ik doe altijd alles. Ik kan ook nee zeggen. Dus ja. Oh, ik heb ook kunnen nog slecht nee zeggen, maar. Uh, Zo'n uh, zonnepaneel doen we niet, nee. nee, nee maar goed, um, en dan is het uh, rondom uh, weekend, uh, ja, het begint tegenwoordig al op woensdag. Ja. ja. Want dan is het, uh, begint het dan met een... E Stadsquiz. Stadsquiz, inderdaad, ja. Ja. En dan heb je natuurlijk donderdag nog uh, voor de bejaarden ja. nog even uh, kaarten. Ja. En dan donderdagavond nog de streettour. Ook nog. Oh, je dan, bent wel uh, goed op de hoogte van het hele programma. Jouw, 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 ja hoor, ja hoor. Zit goed in je, in je systeem. Inderdaad, ja. <laughs> Nou ja, goed, uh, mensen dat uh, thuis uh, die luisteren willen bekijken, dan kunnen ze dat ook allemaal vinden natuurlijk in het mooie magazine wat we gaan uh, uitgeven. En, en natuurlijk ook online, de medeblik.nl, staat ook alles op. Um, nou goed, dan, dan begin jij natuurlijk donderdagmiddag al uh, om jezelf voor te bereiden en boodschappen te doen. Wat voor boodschappen zijn er dan voor, voor de rest? Nou voor ja, het alle vrijwilligers lusten toch wel af en toe nog een, een oh. drankje. Oh, dat dus doe, ja, je, dat doe uh, jij, dat ja. regel jij. Ik zorg ja, dat er genoeg water is, genoeg uh, ja. Ja. frisdrank, een biertje op zijn tijd. Ja. En uh, wat lekkers voor bij de koffie natuurlijk. Want, ja, even... weet je, iedereen komt daar wel vrijwillig heen, maar je moet ze nu wel uh, te vriend houden. Je moet ze voeden. Jazeker. En je bent dus, uh, dus eigenlijk de caterer van het uh, stel? Ja, nee, we hebben gewoon met z'n allen een aantal uh, taken. En ja. uh, ik heb de boodschappen op me genomen. Oh. Dus ik uh, verzorg de boodschappen. Doe je goed. En zorg dat het op tijd in de koelkast ligt, dat het ja. ook op tijd koud is. Ja, dus, uh... belangrijk. Ja, zeker. Goed, hey, en uh, hoe, hoe, want dan uh, ga je naar, naar die bouwploeg. Ja, dan heb je een vrijdag gewoon je handen vol aan, hè? Ja, nou eigenlijk beginnen we donderdagavond al. Ja. Donderdagavond beginnen we al met uh, uh, het podium, uh, de versieringen achter het podium in elkaar zetten, de, de doeken. Want we hebben heel veel werk hebben aan de doeken, zeg maar de sponsoren hebben opdangen en dat soort dingen. Daar ja. komen we echt heel veel doeken bij kijken. Ja, en dat is eigenlijk best wel een hoop werk. Ja, en daar beginnen we donderdagavond om mee en zetten we alvast het podium het decor zetten we vast neer. Ja. Zodat als Pieter Ratten de volgende dag komt met zijn al zijn geluid, dat hij ja. dan gewoon goed erbij kan en dat hij niet last van ons hebt. Ja. Ja, want is uh, die doeken. Dat is uh, al die sponsors. Ja, die sponsors zijn natuurlijk ook van uh, groot belang levensbelang voor zo'n festival. Ja, want, zeker. Ja, uh, er zijn best wel wat uh, kosten die dat met z'n en uh, Ja, het moet allemaal betaald worden. We hebben wel de donateurs, hè, dus uh, mensen die, die natuurlijk vrijwillig een bijdrage willen leveren. Op die manier is ook altijd heel belangrijk dat we die ook, uh, ja, dat, dat geld ook binnenkomt. Want uh, op die manier kan je dit organiseren. Hey, en uh, ja, hoe ziet zo'n weekend er dan voor jou uit? Want uh, los even van dat uh, bouwperikelen. Uh, maar ja, op een gegeven moment staat hij En dan, ja, dan is het vrijdagavond. En dan gaat het eerste deuntje, denk ik, aan de gang in de tent. Uh, ja, ja wij, uh, wij doen eigenlijk al het eerste deuntje om uh, vijf uur middags al. Ja. Dan, uh, dan hebben wij alles afgerond. En dan staat het. En dan moet ja. ook even de biertap getest worden. Ja, tuurlijk. Heel belangrijk. Te kijken of je het wel doet. Ja. Dus. Uh, nou ja, en dan voor de rest, dan gaan we s'avonds, uh, lopen we gewoon nog een rondje. Ja. Kijken of alles goed is, of ja. alle hekken goed staan. Twee jaar geleden hadden we nog zo'n lekkere storm die opkwam. Ja. Dus toen moesten we alles nog uh, vastzetten met spanbanden en schoren en weet ik het allemaal. Dus dat was ook nog weer een uitdaging. En uh, nou ja, dat, zo heb je altijd wel iets. Uh, kijk, uh, weet je, de, het hele weekend door moet je gewoon goed kijken of alles... Uh, aangevuld is, of dat uh, de aggregaten gewoon uh, vol zijn met diesel. Ja. Dat het wel door kan gaan. Je moet wel uh, ja, gewoon controle houden. Ja. Dus, maar dat doen jullie natuurlijk in, denk ik, een soort van uh, uitwisseling. Want je, je hoeft niet de hele tijd het hele weekend. Nee, te kijk, we apparaten. hebben gewoon een uh, appgroep en dan Harry, uh, die gooit er af en toe wat in. En dan zegt ja. de jongens, uh, ik kan er even twee mannen uh, de aggregaten bijvullen. Nou, ja. Er zijn altijd jongens bij die zeggen, joh, ik kom eraan. Ja. We zijn gewoon met een hechte groep. Ja. En iedereen heeft ook wel zin om wat extra's te doen. Ja. Daar zijn we ook heel blij mee. Ja, dat is geen probleem. Maar hoeveel nee. mensen zitten er ook weer in, in de ploeg. Weet je dat ik ongeveer? Gewoon een mannetje of zestien, denk ik. Ja, ja, het is, uh, het is allemaal niet niks. En uh, het, het hele festival uh, wordt gedragen door minimaal iets van 250 mensen. En dan ja. heb ik het toch niet eens over de mensen die gewoon hun, hun straat gaan versieren, die dat ook nog. Ja, ja, ook vrijwillig. Op te doen. Ja, inderdaad. Ja, dat is als ik het mooi doe, ik, dat iedereen zo meeleeft ook gewoon. Dat ja, iedereen, uh... Het is dan ook het festival van het jaar. Ja, zeker. Om de draaivrij heen. En draaivrij hebben we nog niet eens over kunnen. nagaan. Nee. Het is alleen echt om het weekend ervoor. Tja. Hé, hey, en uh, wat, wat vind jij het leukste onderdeel van. Uh, nou, even naast. Uh, ja, goed, je bent natuurlijk actief bij dat opbouwen. Maar ja, dan komt er een moment dat je natuurlijk zelf ook uh, gaat genieten van wat er te doen is. Ja. Wat vind je het leukste onderdeel? Nou, ik vind eigenlijk de, de, ja, de, de playback show 's avonds. Uh, vind ik op zich eigenlijk ook wel leuk leuke tijd. Hebben we ook een aantal keer zelf al meegedaan met de bouwploeg. Oh ja. ja. Ja, ik herinner me nog dat jullie met kratjes aan het sjouwen waren. Ja, dat, ja, dat was uh, heel uh, bijzonder. Ja, ja werden we ook last werden ook we ingeseind van: uh, jongens, we hebben een tekort mensen. Kunnen jullie uh, helpen? Een in invalploeg. Dus uh, nou, toen hebben we heel snel iets in elkaar ge, ge, gemaakt, en uh, toen zijn we met een paar bierkratten uh, het podium opgegaan. Dat nou, was erg uh, leuk en uh, erg grappig. Dus uh, ja. ja. Nou ja, uh, ik heb dat uh, met mijn eigen ogen gezien, en ik dacht ook bij mezelf: Nou ja, ja dat is de bouwploeg. Ja. leuk. Ja, heel heel gewoon leuk. simpel. Dus, uh, Hey, en uh, uh, wat heb je wel eens uh, dat je dat je niet kon of zo in een weekend? Heb je, ben je heb je wel eens iets gemist? Nee, je moet je missen om wat voor omstandigheden dan ook? Of dat je dacht van oh shit, ik heb mijn vakantie verkeerd gepland. Ja, voor mij ik heb een keer een, een bruiloft gehad op de vrijdag inderdaad en toen kon ik er niet, uh, kon, er niet bij zijn. kon ik er niet bij zijn met opbouwen en zo. Dat was wel. Uh, dat, was al, ja. dat Was wel jammer ja, maar ja. ja. Een dingetje. maar goed ja. Bruiloft, die... Dat was ook iemand niet dat medeomlijk, hè. Niet plannen dan de bruiloft de vrijdag van de Draaivarij, ja. Normaal, mensen doen dat niet. Nee, nee. Dan denk je nog drie keer over na. Is het wel handig, deze datum. Maar goed, ja, weet je, dan wordt het zondag. En dan voel je hem al aankomen. Ja. Want dan wordt het, weet ik het, half tien, tien uur. Of iets van die strekking, negen uur. Ja, als de... Als De muziek afgaat, uh, afloopt zeg maar. Voor mij was het dit jaar 9 uur, half tien. Ja, en dan uh, ja, dan uh, gaan we uh, als een man opruimen. Ja, Zo snel mogelijk. Ja, alles afbreken. Ja, en eigenlijk zitten we dan meestal rond een uurtje of 11, half 12. Zitten we bij je uh, tijdloos. Ja, oh, oh, het was natuurlijk eerst uh, de Babbelaar. De Babbelaar. Ja, even uitzakken. Uit, uh, uit, uit ja. Even uitzakken inderdaad, even een biertje doen, even een snackje doen. Even ja. een ja. beetje bijkomen, een beetje bijpraten. Kijken wat er allemaal goed ging, wat er niet en, goed ging. En Wendy en Patrick hebben gewoon die taak overgenomen. Ja, we zijn vorig jaar bij Wendy en Patrick aangeschoven. Inderdaad, dat ging hartstikke goed. Ja. Dus, uh, nice. ja, fantastisch. Ja, die doen het natuurlijk wel. zijn ook echt echte medemblikkers eigenlijk. Hè? Dus, ja. Uh, nou ja, ik weet wel zeker. Smoor en uh, lammers. Ja. Um, ja, en dan is het voorbij. Dan is het voorbij. En, dan, en dan val je in de gat. Nou ja, dan hebben we maandag natuurlijk nog de draverijen. Oh ja. Dat ja, is ja. bijna vergeten. Ja, dan gaan we weer. <laughs> uh... Oh, dan Vergeet ik nog even wat trouwens. Want dan uh, meestal dan maandagochtend, rond een uurtje of negen, uur half tien, moeten we weer opkomen draven. Want dan moet de unit nog schoongemaakt worden. Ook nog. En dan moeten alle restjes uh, opgeruimd worden, wat we nou. Uh, in het ja, donker ze ja. hebben laten slingeren. Ja, dat kan je niet allemaal, allemaal zien natuurlijk. Nee, ja. dus dat doen we met Henry uh, Wagenaar en uh, Peter Bobman. Die komt altijd even helpen. Bobman uh, ook al, ja? Ja. En, uh, ja. en uh, Hans van Woerken. Volgens mij ben jij nog familie van Bobman. Ja, dat klopt. Ja. Is het niet je oom? Ja, dat is mijn oom, ja. Dat dacht ik al. Ja. ja. Want jouw moeder is Anja. Ja. En dat is een, is een zus van uh, Peter Bobman. Ja, dat klopt. Ja. Dus dan gaan we nog eerst even opruimen met z'n allen. Nog even zorgen dat de unit uh, ja. gereed staat voor het transport. Ja. Want die wordt meestal dinsdags wel ja. weer opgehaald voor transport. Ja. Dus, uh, nou, en dan gaan we te draven. En dan te draven, maar hoe, 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 hoe beleef je dat? Want op een gegeven moment denk je toch meestal, nou, zak je niet eens een keer door je, door je hoeven om het maar even in dezelfde termen te blijven? Ja, 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 je gaat maar door en je gaat maar door. En, uh. Ja, je draaft je maar door. Ja, ja. Maar daar uh, heb je, maar al al uh, je nog geen last van? Nee, tegenwoordig sta ik met kinderen op de baan, dus dan uh, gaat het een stukje rustiger. Die houden je een beetje in bedwang en ja. die ondersteunen je waar Die ondersteunen me af en toe <laughs> inderdaad, dus uh, dan kunnen we niet voluit gaan. Hè. Dus dat is uh, dus de redding. Ja, nee, maar dat, snap ik. dat snap ik. Maar goed, um, zoals we al eerder aangaven, van, uh, um, het, het hele festival wordt gedragen door vrijwilligers. En waarom, uh, zou, zou, waarom word je vrijwilliger eigenlijk voor dit soort evenementen? Ja, waarom wil je vrijwilliger? Ja, waarom ben gewoon... jij erbij gekomen? Uh, ja, ik kwam er eigenlijk bij ter ondersteuning van uh, Jan Nijboer eigenlijk. Uh, Jan Nijboer die zei toen een keer uh, bij Peter Bobman... Uh, ...in het Tjoten Bobmanpand, in de er mee leeg, stond, ja. ...zat hij uh, en toen zei hij... ...ja, is dat niks voor jou om uh, erbij te komen? Toen dacht ik, ja, waarom ook niet eigenlijk? Ja. Ik, ja, wat houden we het eigenlijk in? Ja, dan moet je mij helpen. Zorgen dat alles staat... En misschien kun je het met de tijd al overnemen dat jij uh, chef tent wordt. Ja? Maar ja, goed, ik, uh, dat die taak was niet helemaal voor mij nee, weggelegd. Die ambitie had je ook niet. Nou ja, ik ben nu wel, ja, samen met Henry doen we regelen we het wel allemaal en we zijn wel uh, iets meer uh, aanwezig dan de rest, maar goed, prima. Ja. ja. En uh, nou, dat is hartstikke leuk. Dat, uh, dus de eerste tijd heb ik met Jan Nijboer heb ik meegelopen en ook uh, dingen. Uh, Jan Nijboer, wie is dat? Jan Nijboer, ja, uh, ja, de meeste medemblikkers kennen hem wel. Dat is een hele lange man uit uh, Medemblik, van uh, de familie Bot. Ja. En, uh, ja, Jan die deed altijd uh, de tent opbouwen. En die was altijd het aanspreekpunt voor de tent. En uh, die regelde alles van, uh, van A tot Z voor de tent. Ja. En, uh, ja, dus toen, ja, Jan die, ja, die dacht gewoon over om met een paar jaar te gaan stoppen. Toen zei hij, ja, dan moet ik wel een vervanger hebben. Ja, natuurlijk. Dan moet ik even iemand hebben die ik inwerken kan. Ja. Nou ja op dat moment uh, dacht ik, nou ja, dat is op zich wel leuk eigenlijk. Leuk, maar leuk. 18 jaar geleden. Dat is 18 jaar geleden. Ja, hij is ja. nou wel een beetje gestopt, denk ik. Ja, Jan is wel gestopt nu, ja, inderdaad. Ja, ja. Zijn zoon zit er ook nog bij, volgens mij. Ik weet niet, doet hij nog wat? Nee, zijn zoon zit tegenwoordig in de Pukum. Oh ja, de Pukom ja. ja. Oké, okay, ja. Goh. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja Jan, eh, tuurlijk ken ik Jan, maar goed. Onze luisteraars die weten nu ook wie Jan is. Ja. Hé, hey, en uh, hey, wat uh, heb je een, 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 een uh, anekdote, die je zegt van nou, toen heb ik nog wat meegemaakt. Nou, dat is ongelooflijk. Ik weet niet of alles geschikt is om uit te zenden, maar je, nou, je ik kan het toen proberen. Wel, uh, ik heb het wel een paar jaar geleden dat meegemaakt. Dat, uh, de tentenboer die uh, zet eigenlijk altijd alles neer, mm -hmm. een podium neer en uh, en de gewone tenten zo. En uh, ja, op slot toen uh, ze liep wel over het podium en dan dacht ik nou. Dit podium is niet helemaal van de kwaliteit dat we gewend zijn van, uh, van uh, Jan. Nee. En toen zeiden we al van nou uh, kan dit wel. Nou dit kan wel. Nou is dus op slot op uh, vrijdagavond denk ik of zo Tijdens de, de playback show. Toen gingen we toen ik uiteindelijk uh, een heel grote groep ging het podium op. En die begon te dansen en te horsen en, te, en uh, ja, te zingen. En uh, toen keken wij zo en toen keken wij onder het podium. Toen zagen we het hele podium uh, golven. Als een soort van dat golfbad. Dat, ja, dat gewoon heel slap en uh, zwak is. En, uh, dus toen dachten we... Ja, zometeen gaan we natuurlijk met 100 man het podium op. En uh, ja, dan uh, zakken ze straks er nog doorheen. Dus toen hadden we van die sjaaltjes. Van, uh, van uh, wat was het nou ook Amazing. Uh, amazing, Amazing uh, rondom. En uh, Jan Nijboe, die stond naast me. En die heb uh, een, een huisje uh, uh, ja, vlak bij de Oude Haven daar al. Ja. En die uh, meet op met zijn sjaaltje... Hoe hoog het was tussen het podium en de vloer. Nou, oh. Dat was een bepaalde meet. En toen waren met, met vier man zijn we gerend naar Jans' huis. Ja. Die hadden een zootje balken liggen. En dan hadden we balken gezaagd. Zo snel mogelijk. En toen zijn we met 30, met 10 ja, man onder het podium gekropen. En toen hebben we het hele podium gestut. Om het, uh, maar dat het maar niet in elkaar zou storten. Ja. Word je niet een beetje eng om eronder er te liggen? Iedereen is dus dan het dansen. Uh, nou, voor mij hebben we toen gezegd dat ze even eraf moesten. Oh, maar uh, oh, gelukkig toen zijn we even snel achter de schermen onder het podium gedoken en hebben een zootje paaltjes eronder geslagen. Ja. En toen bleef het staan? Uh, toen bleef het staan. Ja, dat was wel eventjes uh, spannend, zeg maar. Hey, maar Hoe lang is dat terug? Ongeveer? Ja. Ja, dat is denk ik mooi al uh, 12 jaar geleden, denk ik. Of zo. Ja, mooi denk dat uh, gaat het, nu niet meer gebeuren. Nee, de tentenboer die, was, uh, die kwam toen uh, dinsdag kwam hij aan en toen zag hij al die paaltjes staan. En Dat hebben zijn ogen wel even geopend. Oké. Okay. Want sindsdien heb je ook alles opgeknapt: ja. betere podiums en ja. uh, betere doeken. Ja. Mooi. Ja. Goed. Um, nou ja, en dit ja, is het thema is vakantie. Vakantie, ja. En heb je een beetje een leuke vakantie gehad of uh, ben je helemaal nog niet weg geweest? Ja, ja, Ik ben net uh, terug. Ik ben net een dagje terug. We okay. zijn uh, drie weken lekker op de camping geweest in uh, Brabant. In Brabant, Brabo-land. Ja. Heerlijk. Ja, zeker. Lekker uitgerust en nou uh, ja. kunnen we morgen weer volgen. Ja. volgen en we en wat, wat doe je op vakantie? Ben je nog een beetje actief dan uh, of een beetje? Uh, want je hebt de kinderen bij je natuurlijk. Ja, Dat is ik logisch. heb sowieso drie kinderen om me heen uh, Ja. En uh, ja, we gaan veel zwemmen. Want ze houden alle drie heel ja. erg van zwemmen. Ja. En uh, ja, voor de rest gaan we gewoon, uh, ja, de camping is een heel grote uh, uh, kindercamping met veel animatie. Dus er uh, ja. is continu wat te doen voor de jongens. Ja, leuk. Dus eigenlijk uh, komen we bijna de camping niet af. Uh, en je hebt, uh, alle faciliteiten zijn aanwezig op ja. de camping, met we nog eten wel... en een uh, winkeltje. En, uh... We hebben nog wel even één dagje zijn we in de Kano gegaan. Oh. Dat was een half uurtje rijden. Oké. Okay. zijn we naar België gegaan en toen hebben we een Kano-tochtje van twee uur gedaan. Ja. Nou. Maar uh, met kinderen die niet meeroeien, dat, uh, ja, dat valt zoals, niet mee. Uh, ja, Ja, die, die rot, jongens. Je moet ook een beetje kano en natuurlijk een beetje meevaren. Ja. zit <laughs> zitten hier eentje aan tafel mee te luisteren. Ja, gaat ja. het goed nog, Luc? Ja. Goed dat zo. Gaat goed. Hey, um, maar goed, uh, het, het thema vakantie. Doe je dan met de bouwploeg ook nog iets aan of is dat, uh, nou ja, dat is niet aan jullie besteed? Nee, nee, we doen er niet echt iets aan of zo. We doen het ook niet in, in de aankleding van de tent, ook niet echt eigenlijk. Nee. Nee, dat. Uh, nou nee, ja, kijk, soms hebben we wel eens dat ze we dan wel mee moeten doen met de playback show of wat dan ook. Maar ja. dat is dit jaar ook niet van. Uh, tot orde. Dus, uh, nee. Nou, 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 nou. nou. Oké. Okay. Nou. nou ja, we zijn altijd nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kijk, dat is een oproep. Dus dus ja, als je denkt van nou, uh, ik, uh, ik kan wel wat. Ik, ja. uh, ik uh, vind Elektra leuk of uh, ja. lekker bouwen. Nou ja, bouwen gewoon uh, ja. helpen. Ja. Je hebt twee rechterhandjes en je kan uh, ja. dingen in elkaar, schroeven, ja, dingen doen, in elkaar schroeven, frames in elkaar schroeven, ja. de spandoekjes uh, ophangen. Uh, We zijn altijd op zoek naar wat Ja. Hij, hey, want, uh, nou ja, en dat is niet het enige. Soms uh, kan je misschien helemaal niet uh, goed met iets omgaan, maar dan kan je het je nog leren daarover. Dus, jo, Wij zeggen ook altijd: als je je kan tillen, dan. Uh, dan kan je wat. Ja. Dan kan je, eens goed, dan kan je ook gewoon helpen. Ja, en dan kan je misschien je kennis nog uitbreiden. En wat natuurlijk ook heel erg leuk is, en dat merk ik ook wel aan jou: zo'n ploeg is toch een hechte groep. Een ja. hechte gemeenschap, als het ware op zich. Een, een vriendengroep, wat het uiteindelijk ook uh, is of geworden is en uh, ja dat dat, dat ver, verbreedt je beeld uh, als uh, vrijwilliger. Ja. Nou ja, Dan kom je zeker. toch weer in andere, met andere mensen in aanraking? Ja, 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 zeker. En uh, ja, het is gewoon als leuk om bij uh, bij de groep te zitten eigenlijk. En ook ook gewoon sowieso is vrijwilliger bij rondom. Er zijn ja. genoeg uh, ja. andere uh, takken. Ja. Je, ja. Waar je even goed uh, erbij als je, kan. Als je zegt ik wil uh, sminken of, uh, of, ja. of weet ik het wat. Je, er zijn zoveel dingen die. Daarom, je bij de helpen. kindermiddag, Dat uh, was hartstikke leuk om ja. erbij te zitten. Ja. Of uh, bij, de, bij de playback show. Of, uh... Goed, nou ja, als je, als jij denkt bij jezelf, uh, jeetje, ik, uh, ik zou wel vrijwilliger willen worden. Dan uh, kan je, je natuurlijk uh, gewoon aanmelden via rondommedomlik.nl. Ja. Of je komt op vrijdag uh, van de Hoe laat beginnen van jullie tent opbouwen. Op ik kom hier langs. Om ja, te hoe, laat, hoe laat beginnen jullie? We beginnen op vrijdag beginnen om negen uur. Ja. Op dan, tijd. Uh, eerst even een bakje koffie in de gate. Ja. En dan uh, oh nee unit moet ik zeggen, want uh, mag niet keet zeggen van uh, Jan Nijboer <laughs> in de <the> unit. <laughs> Het, is een, Het is ook een unit. Ja. ja. Dus uh, doen we even een bakje in de unit en dan uh, gaan we uh, lekker aan de gang. In, in de midden. Uh, is Jan er de... nog wel een bij dan eigenlijk, of is hij nog een nee. beetje? Uh, nou, nee, Jan, uh, ja, hij komt wel af en toe kijken inderdaad, maar... Uh, hij heeft het helemaal los kunnen laten. Ja, hij heeft het helemaal los kunnen laten, gelukkig. Ja. Ja. Dus uh, nee, ja. onder de middag hebben we een lekkere lunch van het wapen. Dus dat uh, oh. wordt ook allemaal goed geregeld. Ja. 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 ja, het wapen is ook een van de horecapartners ja. uh, zeg maar, van, van rondom. Ja. Nou, we hebben nog één ander klein uh, probleempje. Dat is het, uh, normaal ging het water uit het uh, stadhuis vandaan halen voor de wc's. Oh. Alleen, uh, ja, het stadhuis ligt een beetje moeilijk in uh, conflict met uh, Medemlik. Oh. Dus uh, we mogen geen water uit het stadhuis halen. Nou, dat is toch erg. Ja. Nou... Water ja. mag niet gehaald worden uit het stadhuis. Nee, het gaat maar om 17 kub. Uh, het is niks. Nee. Het kost ook niks. Nee. Oh, ja. Dus daar zijn we nog even op zoek naar een goede oplossing. Ja, het is natuurlijk wel handig als dat... Uh, beter natuurlijk als dat gewoon uh, daar vandaan komt. of je het ook niet over de, over de straat heen te trekken met leidingen. Nou ja, dat super... inderdaad. Want je moet toch wel met vrachtwagens rekening ja, houden. Ja, wel een beetje lastig. Ja. Uh, Oké. Okay. Goed. Nou ja. Nou ja dat houdt je uh, weer scherpen. Maar weet je... Uh, Robert, het is altijd zo... mensen denken heel snel van... oh ja, dat, dat, dat wordt zo even geregeld. En, 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 maar jou, ik bedoel, zelf organiseer ik de bokkentour. Ja. En vanochtend had ik een gesprek weer... een kwartier, twintig minuten met uh, de, de paardentram. Ja, we moeten die route hem zo... en we moeten toch even overleggen. Nou, kom nog een keertje langs, weet je wel. Ja. Voordat je het weet ben je anderhalf uur verder. En dan Inderdaad. heb je gewoon één dingetje besproken. Ja. Eén klein onderdeeltje. Nou ja, daarom doen uh, meestal uh, de mannen die wel iets meer tijd hebben, doen dat soort dingen, ja. bespreken. Ja. En uh, ja, goed. Ja, uh, ja, want jij hebt een hartstikke drukke baan, weet ik ja. wel. Kijk, we overleggen altijd wel even via de app. Maar ja, nou, ja, ja. Goed, uh, kijken. Uh, sommigen hebben wat meer tijd, dus die uh, kunnen dat mooi, makkelijk even regelen en be bespreken. Ja. Hey, uh, we gaan er een eind aan breien. Het is, uh, ik denk dat ik alles uh, gevraagd heb en, uh, ja. nou ja, weet je. Er zijn er waarschijnlijk nog honderd dingen te, te zeggen of te melden over uh, Rondom. Het is natuurlijk gewoon ja, het festival van het jaar ja, voor Medemblik. En uh, dus ja, uh, we houden dat ook in ere. Dus nou, nogmaals, als je je groepen voelt als vrijwilliger... dan meld je je via rondommedelblik.nl. Of je komt even kijken op vrijdag als ze aan het bouwen zijn. Je, je bent altijd welkom. En als je je handjes laat wapperen... Yo, dan, krijg je, dan word je rijkelijk beloond met de lekkerste spijzen en een ja. versnaperingetje ja. en ja, dat is uh, altijd lekker. Als Zo is dat. dat. Uh, uh, goed, um, Robert, uh, we gaan het, het voorzien. We gaan er een eind aan breien. Ik ga uh, de eindtune starten. Oké, okay, nou, ja. dat is goed. En dat is hetzelfde als de begintune. Ja, ik zou zeggen, Robert, bedankt dat je er was. Ja, graag gedaan. Het graag. Ontzettend, was leuk. Uh, ontzettend leuk om je ja. even te spreken op deze manier. En uh, nou, het is allemaal ter ere van het uh, mooie magazine... wat ik uh, nog snel even allemaal af moet maken de komende dagen. dat gaat lukken. Dat gaat je zeker lukken, ja. En uh, ik zou zeggen, mensen, heel erg bedankt voor het luisteren. En ja, tot de volgende keer.